Hoe moeten kerken omgaan met seksueel misbruik? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Door hun gedrag hebben priesters mensen niet bij God gebracht, maar in veel gevallen het geloof in harten van mensen zelfs gedoofd. Dat vormt een reden tot diepe schaamte. Woorden van bisschop De Korte uit een brief die afgelopen weekend in veel katholieke kerken werd voorgelezen. Vorige maand kwamen meerdere misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk aan het licht, met name in de Amerikaanse staat Pennsylvania. In de studio commentator en katholiek Frank Bosman en Ineke van Dongen, coördinator van het meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk, dat uitgaat van verschillende kerken. Van harte welkom allebei. Dank u wel. Meneer Bosman, ja, die reactie van bisschop De Korte, hoe kijkt u ernaar? Ja, eigenlijk is het te veel en te weinig tegelijk, hè? Dus als bisschop kan je niet meer doen dan aan de kant van de slachtoffers gaan staan en je diocesane katholieken die vaak op geen enkele wijze ook maar iets fout gedaan hebben, toch een hart onder de riem steken. Ja. En tegelijkertijd weet je dat woorden alleen natuurlijk nooit genoeg zijn om de gapende wond die in de kerk geslagen is en vooral ook bij de slachtoffers geslagen is, om die te helen. Daar zijn daden voor nodig en ja, niet alleen woorden. Is dit voldoende? U zegt er zijn daden nodig. Ja, er zijn daden nodig, ja. Zeker. Wil de Rooms-Katholieke Kerk op een goede manier hier uitkomen en wil de Rooms-Katholieke Kerk ook voorkomen dat dit dat er ooit nog slachtoffers gemaakt gaan worden, voor zover het menselijke in onze samenleving mogelijk is, moet de structuur van de Rooms-Katholieke Kerk worden aangepast. Dat betekent, nou, dat moeten leken in alle geledingen van de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijke rol krijgen, in het bijzonder vrouwen. Dat betekent dat het hele toezicht op hoe de katholieke kerk zich ontwikkelt, zowel op Vaticaans niveau als op gewoon hier bisschoppelijk niveau, moet veel transparanter, moet veel meer opengemaakt worden. Ja. Het klerikalisme, wat nog steeds de pest in onze kerk is, moet hard worden aangepakt, anders zullen dit soort praktijken zeer waarschijnlijk door kunnen. Ja, u zegt door de hiërarchie die er is in de Rooms-Katholieke Kerk blijft dit in stand. Ja, niet per se de hiërarchie, want ik denk dat elke organisatie een hiërarchie heeft. Een ministerie heeft een hiërarchie, een bedrijf heeft een hiërarchie. Ook een evangelische kerk heeft een soort van hiërarchie. Maar die moet wel open zijn en moet wel in staat zijn om als leken of als deelnemers aan die ene kerk te kunnen zien wat de voorgangers en wat de mensen die boven je gesteld zijn, wat die precies aan het doen zijn. Die moeten te controleren zijn, die moeten aanspreekbaar zijn en die moeten niet in staat gesteld worden om elkaar de hand boven het hoofd te houden. En dat is natuurlijk in de afgelopen tijd ook in Pennsylvania natuurlijk veel te veel gebeurd. Is gebeurd, ja, het speelt al jaren. In 2002 kwamen de eerste schandalen in Amerika naar buiten. Het is inmiddels 16 jaar later. Ja. Acht jaar geleden kwam het in Nederland voor het eerst. Ja. Wat maakt die recente onthullingen zo schokkend? Nou, wat er ons schokkend aan is, was dat er heel veel kinderen misbruikt waren door een hele grote groep priesters die lang ongestoord hun gang konden gaan, omdat er bisschoppen waren die hen de hand boven het hoofd hielden. En ik denk dat de intensiteit, de verhalen die loskwamen, die waren echt schokkend. Mensen echt wel gehoord, die zeiden, ik word er misselijk van. U bedoelt, het is niet één of twee gevallen, maar tientallen. Ja, het leek wel alsof het gewoon, het was haast common sense in bepaalde groeperingen. Ja, en dan kan je natuurlijk wel zeggen van ja, dat is de meerderheid van het misbruik heeft plaatsgevonden in de jaren 60 en 70 in Amerika. Ja. Maar op de een of andere manier voelt dat als, ik ben zelf Rooms-Katholiek, als een soort vreselijk excuus, alsof het daarmee minder erg zou worden. Ik denk wel dat we met elkaar moeten zeggen dat de Rooms-Katholieke Kerk, de christelijke kerk in het algemeen, op dit moment zeer hard bezig zijn om de kerken een zo veilig mogelijke plek voor kinderen te laten zijn. Ja. Maar dat we in het verleden daarin groots gefaald hebben, dat moet ook gezegd blijven. Ja, want het gaat verder dan de Rooms-Katholieke Kerk. De hele christenheid krijgt er van langs, zou je kunnen zeggen. Ja, want voor de buitenwacht zijn alle christenen hetzelfde. Of je nou katholiek, lutheraan of protestants of wat dan ook bent. Voor de buitenwacht ben je allemaal kerk, ben je allemaal paus, ben je allemaal kinderlokker. Ja, het is het imago van de kerk, maar niet alleen ook het imago van de kerk, maar ook wel het imago van God eigenlijk. Hè? En daardoor God, ja, klopt. En dat is ook, behalve dan dat het natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers is, ook heel ernstig. Ja, want mevrouw Van Dongen, u werkt voor het meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Dat zijn vier kleine gereformeerde kerken en de hersteld hervormde kerk. Ja, klopt. Hoeveel meldingen krijgt u per jaar? We hadden afgelopen jaar 11 meldingen en 3 klachten. 11 meldingen? Ja. Is dat veel, weinig? Dat is ongeveer het gemiddelde. Mm-hmm. Dat is al jarenlang ongeveer aan wat wij aan meldingen binnenkrijgen. Ja. En niet elke melding wordt een klacht, want soms kan het in de
kerk zelf goed opgelost worden. Dan hebben ze adequate oplossingen. Of het is een zaak van justitie. Mm. En dan kan het ook niet naar de klachtencommissie, althans dan. Voorrang heeft altijd justitie. En zonder in detail te treden, wat voor meldingen zijn dat? Dat kan zijn een melding van iemand die grensoverschrijdende apps stuurt met filmpjes. Naaktfoto's vraagt tot aan vergaand seksueel contact. Mm-hmm. Ja. Dus heel onschuldig beginnend, of althans voor zover je het woord onschuldig kunt gebruiken. Er zit wel vaak een glijdende schaal, dat klopt, ja. Het begint bij een opmerking over dat je zo mooi bent en of het delen van eigen seksuele moeite. Mm. En van het een kan dan het ander komen. Ja. En gaat het om recente meldingen of komen er ook zaken uit het verleden naar boven? Ja, dat is beiden wel. We zien wel meer dat het meer recent is. Hè. In het begin, ik werk nu 9 jaar bij dit meldpunt, was het toch nogal vaker iets van 10 jaar terug, 20 jaar terug. We zien nu de tijd ertussen is korter. Mm. En dat komt mede doordat er veel aandacht in de kerk is. Hè. Ik vond het ook heel fijn dat jij zei, laat die leken daar ook een rol in spelen. Ja, graag. Ja, vrouwen, ja. Zei u ook. Vrouwen. Ja, graag. Ja. Ja? Ja, weet dat wij in de Rooms-Katholieke Kerken nogal een dingetje hebben als het gaat over de gelijkbehandeling van vrouwen. Hè. Daar zijn we nog mee bezig, zal ik maar even zeggen. U noemt het een dingetje. Ja, ik noem het een dingetje. We zijn er hard mee bezig, maar het kost toch heel even moeite. Ja. Maar ik denk, juist als je zeg maar leken een rol geeft in de Rooms-Katholieke Kerk, en als je ook vrouwen een rol geeft in het bestuursapparaat van de Rooms-Katholieke Kerken, bijvoorbeeld geen enkele reden waarom vrouwen geen kardinaalzonen mogen worden, bijvoorbeeld. Ja. Daarmee zorg je dat klericale bolwerk, waar mannen elkaar de hand boven het hoofd houden, die van het begin af aan al min of meer opgeleid zijn om het belang van de organisatie altijd voorop te stellen, zoals bij elke organisatie het overigens gebeurt, dat moet doorbroken worden. En het kan het beste doorbroken worden door mensen vers van buiten erin te zetten. Ja, dat is duidelijk. Ja. Hoe herken je, mevrouw Van Dongen, seksueel misbruik in een gemeente? Wat zijn de signalen daarvan? Ja, je let wel op signalen. Bijvoorbeeld dat een jongere die altijd enthousiast naar de club ging ineens niet meer gaat. En dat kan zijn omdat ze er geen zin meer in heeft. Maar vraag ook eens door. Hè? Ja. Je ziet iets. Bijvoorbeeld een jeugdleider die een opmerking maakt tijdens de barbecue van de klus jou wel tussen het broodje. Dan denk ik, wat doe je verder nog meer? Hè? Mm-hmm. Gaat dit zo? Of dus snap je zelf dat het niet kan? Een bedoelde opmerking kan niet achterzitten. Ja, maar waarmee je toch wel over iemands integriteit heen gaat. Want, en dan kun je je afvragen. Dus wat wij vooral proberen is die leken. Wij hebben vertrouwenspersonen. In 500 vertrouwenspersonen hebben wij inmiddels. We hopen dat de andere kerken ook nog daarmee aan de slag gaan. En dat zijn vaak vrouwen. Terwijl we ook zeggen, ook mannen willen we daar heel graag in die positie. Die trainen we ook. Want het is een moeilijke positie. Maar dat is het eerste aanspreekpunt. Je hoeft dan dus niet de leiding van de kerk aan te spreken als dingen mis zijn. Of als je vragen hebt. Je signalen kan je makkelijker eens kwijt. Van, een beetje onbestemd gevoel bij deze situatie. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, want dat lijkt in de Rooms-Katholieke Kerk wel het geval. Meteen de leiding wordt erop aangesproken. De hoogste leiding. Ja, maar goed, dat hebben we als Rooms-Katholieke Kerk hebben we natuurlijk 2000 jaar lang ons best gedaan om te suggereren dat we een soort top-down organisatie hebben. Dat paus alle priesters en bisschoppen aan een soort onzichtbare touwtjes heeft zitten. Tegelijkertijd hebben we meer dan 1 miljard katholieken. We hebben bestuursapparaat zo groot als de provincie Noord-Brabant. Dus natuurlijk kan die hele kerk vanuit het Vaticaan niet worden aangestuurd. Maar ja, de paus als hoogste leider, spirituele leider van de Rooms-Katholieke Kerk, wordt daar zo ongeveer persoonlijk op aangesproken. En daar valt dan wel weer van af te dingen, vind ik. Ja. Vindt u, mevrouw Bosman, dat je het open moet gooien als er in een kerk iets speelt? Openheid is heel belangrijk. Ja, ik ben ervan overtuigd dat we nooit een situatie, en ik zou het heel graag willen, en dat we eens een jaar hadden bij het meldpunt waar ik voor werk, waar geen meldingen zouden komen. Ja. Maar het is een utopie, denk ik. Maar wat je moet laten zien als kerk, en dat vind ik heel belangrijk, van dit accepteren wij niet. Mm. Dit is gedrag, dat vinden wij niet goed. En dan kan het inderdaad zo'n een nare opmerking over zo'n broodje zijn. We willen dat in de kerk niet. Mee eens, Bosman, dat je naar buiten brengt? Nou, ik denk dat je dat inderdaad moet zeggen, dat als je iets wil zijn als de kerk, is een plek waar kwetsbare mensen veilig kunnen zijn. Mm. Ja. From all places moet de kerk een plek zijn. Ja. En of je nou gehandicapt bent, of dat je nou gemarginaliseerd bent, of dat je een ander seksuele geaardheid hebt, of dat je kind bent. Juist de kerk moet een plek zijn waar je altijd zeker en vrij en beschermd mag voelen. Maar is het daar dan misgegaan in uw kerk, door het allemaal in die doofpot te stoppen en niet open te zijn? Ja, natuurlijk. Dat is een van de grootste redenen, is dat wat ik al zei, is het klericalisme. Dus het hele idee dat je als priesterstand of als bisschopstand, zal ik maar eventjes zeggen,
De kerk moet verdedigen tegen de krachten van de buitenwereld, die natuurlijk proberen om die kerk stuk te maken. En dan word je natuurlijk steeds gesloten. Dan ontstaat er langzaam een soort omerta, een soort stilzwijgende afspraak van we houden elkaar de hand boven het hoofd. En daar moet met geweld van buitenaf inbreuk op gemaakt worden. Anders barst dat nooit open. En dit soort seksueel misbruik wat dan openkomt in Pennsylvania, die laat het openbarsten. Ja, mevrouw Van Dongen. Wij hopen dan dat kerken inmiddels zover komen, hè, dat ze dus laten zien, als er zich een situatie voordoet van misbruik, dan zijn we daar open over. En dan laten we zien dat we dat aanpakken, dat we dat niet willen. Altijd wel houdt rekening met het slachtoffer, hè, want we zien ook wel situaties dat je denkt, er wordt wel heel makkelijk over het slachtoffer heen. Hè. Dat moet altijd wel goed in afstemming met het slachtoffer. Maar veiligheid en het slachtoffer die gaan voor. Ja. En niet de naam of de imago van de kerk. Dat schaadt eigenlijk. En tegelijkertijd, ik hoor wat u zegt. Maar tegelijkertijd vraag je ook wel heel veel van een organisatie. Elke organisatie, of het nou een ministerie of een kerk of een bedrijf is natuurlijk gebaseerd of gebouwd, een soort instinctieve reflex op zelfbehoud. Ja. En daar moet je, zeker als kerk, doorheen zien te prikken. Ja. En dat is ook het is een grote probleem. Je moet die reflex af zien te leggen. Maar we leven wel in een tijd van MeToo-schandalen. Ja. Het Nederlands Dagblad maakte melding van blauwhelmen van de VN-Vredesmacht, die zich seksueel te buiten gingen. Ja. Ja. En waarvan dan ook gezegd wordt dat dat bijna niet te voorkomen is. Dus er wordt ook al neergelegd bij een soort realiteit waarvan men zegt, dit zou je eigenlijk niet met elkaar moeten willen. Het laat zien, hè, mens is geneigd tot alle goeds, mens is ook geneigd tot alle kwaad. Dat heeft met de gebrokenheid van de schepping te maken. En zolang de mens gebroken is, zullen er roofdieren rondlopen die misbruik maken van kwetsbare vrouwen, van kinderen. En het is aan de kerk om precies die categorie zoveel mogelijk te beschermen. Ook tegen de roofdieren in de eigen organisatie. Denkt u dat de onderste steen boven is nu? Nee. Ik hoop het, maar ik ben bang van niet. Ja. En in de kerken van uw achterban, wordt daar nog veel toegedekt, denkt u, en niet gemeld bij u? We zien soms, het is een reflex, hè? We zien soms wel de reflex van toedekken. Zo erg was het niet. En als we nou, hij heeft toch ook gezegd dat hij het niet meer zal doen. Hij heeft vergeving gevraagd en het slachtoffer heeft vergeving gegeven. En dan, hè? Kun je dan weer... En dat is wel de vraag die wij als meldpunt ook wel stellen. Maar is deze persoon nog geschikt voor zijn functie? Mm. En dat zijn van die dingen, daar schrikt men van terug. Dat is die reflex. Want ja, als we het openbaar maken, kan hij niet meer terug als predikant. Mm. Nee. Nee, dat kan hij ook niet meer. Ja. Of als oudste in de gemeente. Of als oudste. Ja. Dat is een functie die zo iemand niet meer kan krijgen. Maar denk ik, ach, in Gods Koninkrijk is zoveel te doen. Ja. Ga iets anders doen, maar niet meer met deze kwetsbare mensen. Ja, u bent niet het enige meldpunt in christelijke kerkgenootschappen. Er zijn er nog meer. Ja. Werkt u ook samen? Ja, gelukkig wel. We hebben elkaar gevonden en we laten elkaar niet meer los. Ja. En waarom bent u niet één organisatie? Dat heeft denk ik wel met de kerkstructuur te maken. Hè? Kerken hebben wel een eigen structuur. Ja. En je moet ook niet vergeten, een slachtoffer vindt het ook wel prettig om de kerkstructuur ook een beetje nog te kennen. Mm. Als je naar een echt hele vreemde organisatie moet, zou nog wel eens een drempel op kunnen werpen. Ja. Want de mensen zoeken ook een vertrouwenspersoon in hun gemeente vaak. Die hun taal ook spreekt. Dus achter de voordeur, zeker op het gebied van preventie, zijn we echt heel goed samen aan het werken. Zijn we dingen, de trainingen voor vertrouwenspersonen samen aan het geven. Ja. Tot slot, als er mensen kijken die zelf te maken hebben gehad met, of te maken met seksueel misbruik, wat adviseert u dan? Praat erover. Praten. Ja. Bosman? Praat erover en zoek steun bij mensen in de gemeenschap die je kunnen helpen om je naar de goede mensen te brengen, zodat er een eind aan gemaakt kan worden. Zoek mensen die je vertrouwt. Ja, en die kunnen je verder helpen. Vertel het. En dan hoop ik dat er ook iemand is, hè, die je opgezocht hebt, die het stukje bij beetje aan wil horen. Ja. Want het komt soms maar in kleine flarden, maar heb er geduld mee. Dank voor dit gesprek en uw komst naar de studio. Ineke van Dongen en Frank Bosman. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Morgen, bij Leven en Welzijn, zijn we er weer. Fijne avond, graag tot dan. Dag.